Goedemorgen allemaal. Hier weer een verhaaltje van ridder Timo en ridder Job. Er was eens heel lang geleden in een land hier ver vandaan een heel mooi groot kasteel. En in dat kasteel woonden twee ridders, ridder Job en ridder Timo. En iedere morgen keken ze naar de bergen, het bos, het meer en het dorp aan de overkant. Maar deze morgen was heel anders. Hun papa kwam dus de toren van ridder Job in en riep hem: ridder Job, wakker worden, kom, je bed uit. Hij veegde in zijn ogen en zei: maar papa, het is nog donker, ik wil nog helemaal niet opstaan. Kom, we gaan ridder Timo wakker maken. Ze liepen naar de andere toren en papa schudde: ridder Timo, wakker worden. Papa, waarom moet dat zo vroeg? Het is nog donker buiten. Ik kan nog niet eens naar de bergen kijken. Kom, ik heb een grote verrassing voor jullie. Of eigenlijk een kleintje. De ridders keken elkaar aan en zeiden zo van: nou, wat raar. Maar ze gingen met ridder Richard mee naar de slaapkamer. En daar lag hun mama, prinses Nikki. Wat had die nou in de handen? Een rol? Dat is raar. De ridders keken elkaar aan en keken echt zo van: nou, wat is hier aan de hand? En die rol begon ook nog geluid te maken, heel zachtjes. Ze waren helemaal verbaasd. Kom, zei prinses Nikki. Kom maar eens kijken. Ze sloeg de doek open. En wat ze toen zagen? De ridders begonnen een rondedansje te maken. We hebben een broertje, we hebben een broertje. Oh, mama, papa, we hebben een broertje. Ridder Richard en prinses Nikki lachten. Ja, jullie hebben een broertje. Ridder Moos. Oh, wat fijn. Oh, wat is hij lief. Oh, mag ik hem vasthouden? Oh, de ridders waren door het dol heen. Om's de beurten mochten ze hun broertje vasthouden. Mogen we het gaan vertellen? Mogen we het gaan vertellen? Ja, jullie mogen het gaan vertellen. Maar eerst naar kok, naar de keuken en je boterhammen eten. Dat doen we, dat doen we. Ze renden naar beneden en wouden eigenlijk al gelijk naar buiten, maar kok zei: hier, kom op, eerst een boterham. We hebben een broertje, kok, we hebben een broertje. Kok lachte en zei: ja, 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 ik heb het gehoord, ik heb het gehoord. Fantastisch nieuws. Ze aten zo snel als ze konden hun boterham op en dronken hun glas melk leeg. We gaan, dag, kok. Dag, kok was al een grote taart aan het bakken met de naam van ridder Moos erop. De ridders renden snel naar de schuur om hun paarden te halen. En ze sprongen erop en reden direct richting bos. Naar reus hun grote vriend. Reus zat op zijn steen en zei: zo, ridders, jullie zijn wel erg vroeg. Het is net licht. Ja, maar we hebben ook iets heel speciaals. Nou, 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 zei reus en wat is dat dan? We hebben een broertje, we hebben een broertje, ridder Moos. Oh, zei dat is fantastisch, dat is leuk. Wacht even, ik geef je wat mee. Hij pakte achter zijn grote rots een heel klein steentje met daarop: welkom. Hier, een geboortesteentje voor jullie broer. Dankjewel, dankjewel. Maar nu gaan we gauw naar de kabouters, want ja, we willen het iedereen vertellen. De elfen, de kabouters, in het dorp, iedereen. Nou, ze stapten weer op hun paarden en reden snel verder en kwamen al snel in het land van de kabouters. Een grote kabouter net buiten zijn huisje zat en zei: zo, 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 ridder Job en ridder Timo, jullie zijn er vroeg bij. Ja, 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 kabouter, we zijn ook zo blij. Wat is er aan de hand? We hebben een broertje, ridder Moos. Gefeliciteerd, zei de grote kabouter.
Wacht even, ik ga even wat halen. Hij liep zijn huisje in en pakte een hele mooie knuffel. Alsjeblieft, voor jullie broertje. Dankjewel, dankjewel, daar zijn we heel blij mee. Toen reden ze eerst naar het dorp, naar de bakker. Bakker, bakker, we hebben groot nieuws, we hebben een broertje, we hebben een broertje. Zo, 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 dat is fijn. En hoe heet jullie broertje? Riddermoos. Nou, kom maar eens hier, dan krijgen jullie allebei een koek. En als Riddermoos groot genoeg is, krijgt hij er ook een. Dankjewel, bakker, dankjewel, zeiden de beide ridders. En ze gingen verder naar de slager. We hebben een broertje. De slager begon te lachen en zeiden, hier, hebben jullie een stukje worst. En neem maar een lekker stukje worst mee voor jullie mama en voor jullie papa. Want dat kunnen ze vast gebruiken. Dankjewel. De broertjes stoven weer naar buiten op hun paard en zeiden, kom, we gaan naar de elfen. Zo gezegd, zo gedaan. Over de grote berg naar het elfenland. En daar vloog grote elf. Maar ridder Job en ridder Timo, wat zijn jullie vroeg. Ja, maar we zijn zo blij. We zijn zo blij. Oh, gelukkig. Wat is er aan de hand? We hebben een broertje. Ridder Moos. Oh, dat is wel heel speciaal. Kom, we gaan naar de elfen. Die hebben vast een mooi cadeautje. En ja hoor, de elfen hadden iets heel speciaals. Ridder Job en ridder Timo, luister goed. Wij geven jullie het elfenstof mee. En als je straks thuis komt, dan strooi je dat voorzichtig over het bedje van jullie broer ridder Moos. En dan zal hij zijn kracht ontvangen. Oh, ja, zeiden de elfen. Jij hebt het zwaard van vuur, jij hebt de magische lasso en jullie broertje moet ook zijn kracht krijgen. En wat is die kracht? Dat is een verrassing. Dat zien jullie wel als jullie het stof over het bedje uitstrooien. De ridders waren zo opgewonden dat ze heel snel terug wilden naar het kasteel. Ze draaiden om en reden en reden en reden en ineens stond daar iemand op de weg? Graaf Groezel. Graaf Groezel, wat doe jij hier? En pas op, want ik heb mijn zwaard van vuur. Ho, 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 zei Graaf Groezel. Ik wou jullie alleen even feliciteren met je broertje. Ik hoorde het van de bakker. En nou ja, we zijn wel geen echte dikke vrienden, maar ik wil jullie wel feliciteren. Dankjewel, Graaf Groezel. Graaf Groezel ging snel terug naar zijn moeras. De broers keken elkaar aan en zeiden, nou, dat is ook wat. Ja, dat is zeker wat. Met een vaart gingen ze terug naar het kasteel, renden naar boven en gingen naar de slaapkamer van prinses Nikki en ridder Richard. Toen ze daar binnenkwamen, lag hun broertje in de wieg. En ze strooiden het elfenstof over de wieg. En ineens gingen de oogjes open. En blies. Ridder Moos. En dat was zijn kracht. De kracht van de wind. Als hij later groot is, kon hij zijn broers helpen met de kracht van de wind. Want als hij blies, zou die wind zo krachtig kunnen zijn dat hij de boze ondersteboven blaast. Dat is mooi. Nou, zei ridder Job, dan kan ik met mijn zwaard van vuur en ridder Moos blazen en jij met je magische lasso kunt ze vastbinden. Wat zijn we een fijn, sterk team. Heerlijk is dat. Ze gingen naar beneden kijken of Kok al klaar was met zijn taart. En ja hoor, hij had hem af. Kom, zei Kok, we gaan hem naar boven brengen. Het was een prachtige mooie taart met erop, welkom ridder Moos. De broertjes legden de cadeautjes van de kabouters, van reus en van alle anderen bij de taart. En gaven dit zo aan hun papa en hun mama. Oh, wat lief. Oh, kijk eens een mooi steentje. Oh,
kijk eens wat een leuke knuffel, zei prinses Nikki en ridder Richard. Wat fijn dat al die mensen aan ons denken. Ja, zeiden de ridders, en wij waren ook zo blij. Ze gingen nog even bij hun broertje kijken. En die lag vredig te slapen. De beide ridders waren ook wel moe, want ze waren heel vroeg opgestaan. We gaan even naar onze kamers, want... En al snel vielen ze in slaap en droomden van ridder Moos, die krachtig blies met zijn nieuwe kracht, de kracht van de wind. En toen kwam er een grote olifant met een dikke snuit en die blies het verhaaltje uit. Tot de volgende keer!